De kleuren met bloemen vandaag bij Petra in Harderwijk. Nou, ik heb niet alleen maar bloemen, ik heb zelfs een plantje voor haar. Nou, Petra, ik sta bij je binnen. Nou, heel gezellig. Ja, van planten, dat zie ik wel. Ja, echt. Maar plastic planten zie ik ook, dat weet je, dat kan niet helemaal, hè? Nee, maar dat is te donker voor op de kast. Ja, dat klopt, dat heb je heel goed. Maar dan ga ik een mooi bloemetje neerzetten. Ja, het heet kleuren met bloemen. Krijg je wel eens een bloemetje? Soms. Soms? Soms, met verjaardagen of zo. Oh, dat is wel erg weinig, hè? Nou, ik zet zoveel neer dat ze denken, ik moet elke week haar wat bloemen geven. Zullen we dat maar doen? Ja, heel leuk. Een monkeltje, dat is een van de leukste voorjaarsbloemen die er is. Het is een knolletje, die plant je in het najaar. En nou, die groeien de hele winter en dan in het voorjaar gaat die bloeien. Ze zijn er ook maar een paar weken en die heb je in verschillende kleuren. Van een monkeltje, dat betekent eigenlijk kikkertje. En dat is terecht, want hij groeit altijd in drassige gebieden. Maar ziet het er mooi uit of niet, hè? Lekker kleurig, hè? No interference, no interruption, less demolition, some reconstruction. In de Victoriaanse tijd stond deze bloem eigenlijk symbool voor charme. Toen was het al een snijbloem. Ik heb ze in deze Griekse glazen vaas neergezet. Ze kwamen er net bovenuit. Nou, en dat zat charmant, hè? In deze keramische potten, dat zijn trouwens bijzondere potten, want die zijn langwerpig. Die kun je in een smalle vensterbank goed neerzetten. Zet ik bladbegonies neer. Amazing heette deze bladbegonies en dat is terecht. Die heb je in verschillende bladkleuren en texturen. Dat maakt ze eigenlijk heel erg mooi. Eén ding met die bladbegonies, heel veel mensen denken dat je ze veel water moet geven. Dat moet je juist niet doen. Je moet ze niet te veel water geven en dan gaan ze heel lang mee. Maar is het mooi of niet? Lekker dat ik dat in het zonnetje kan doen, hè? Want de temperatuur is steeds boven nul. Dus je kan rustig buiten met je kamerplant aan de gang. Dit is trouwens een hele mooie. Dit is weer eentje uit de Royal Family. De Prinses Amalia Elegans. Nou, is die elegant of niet, hè? En dan heb ik hem in zo'n schitterende aard- en folkpot neergezet. Moet je eens kijken wat een boeket bloemen. En het is elke keer als je zorgt dat ze vochtig blijven, want ze moeten niet verdrogen, dan vormt hij een blad en een nieuwe bloem. Kan die maanden bloeien. Nou, Peter, je houdt van bloemen en planten. Inderdaad. Nou, heb ik een paar stoere dingen gedaan of niet? Nou, het is super geworden zo. Ja. Had je dat zelf gedurfd? Nee. Nee, dus ik heb je leven wel gekleurd met bloemen. Ja, inderdaad. Kleine metamorfose. Kijk, wil je dan nou ook dat ik bij je thuis dat kan doen? Moet je even reageren via Facebook of onze internetsite. En wie weet kom ik langs.